barbecue, some barbecue. And when I wanted nothing else will do. Woke up this morning at 1:45. Just had to have some barbecue. I'm gonna pillage, gonna plunder, gonna throw myself a fit to a kiddly. De jaarlijkse afsluitende barbecue bij Lycurgus. Hoe kijk jij terug op dit seizoen? Nou, ik denk dat wij een fantastisch seizoen hebben gemaakt. Als je tweede wordt in de A-League, voor het eerst in de finale staat. Als je dan met je tweede team als enige in de B-League speelt en je wordt daar kampioen. Met heel veel talent. Dan kun je alleen maar terugkijken op een fantastisch jaar. Als ik ook nog zie dat we een historische halve finale hebben gespeeld. Een setstand die eigenlijk nooit voorkomt. Als we een afgeladen vol Alfa Sportcentrum hebben in de finale, waar het dak eraf gaat. En je uiteindelijk na ruim 2,5 uur op 2 punten verschil zwicht van de terechte kampioen. Dan heb je denk ik gewoon een fantastisch jaar gehad. Wat vind jij van de mensen die zeggen, allemaal goed en wel, maar eigenlijk had je dit jaar gewoon kampioen moeten worden? Ja, ik heb dat ook wel eens een keer in het dagblad of zo gezegd. Topsport is geen wiskunde. We hebben heel hard gebouwd. We zijn steeds dichter bij de top gekomen. We zijn realistisch genoeg om te weten dat het nog beter moet. En dat het nog beter kan. Dus ook dit jaar zetten we de stappen weer. De selectie die gaat trainen is groter. Meer evenwichtig. We gaan nog betere structuur aanbrengen in de trainingen. Dus we groeien gewoon door. Maar onze tegenstanders zitten ook niet stil. Het speerpunt voor ons is talent. Ik denk dat we langzamerhand uitgroeien tot het volleybalbolwerk in Nederland. Als ik zie hoeveel talent van Jong Oranje, maar ook van andere clubs bij ons meegetraind heeft en bij ons wil spelen. Omdat we gewoon een hele goede infrastructuur hebben samen met de Hans Hogeschool, met Johan Cruijff College, met het Alpha College. Met alles wat er omheen zit, zie je dat mensen graag bij ons komen spelen. Nederland is een land waar we niet de ambitie moeten hebben om de top te gaan bereiken. Wij moeten de ambitie hebben om talent af te leveren. En daar zullen we op inspelen. Dus het toverwoord bij ons is, was en blijft en wordt nog veel meer talent. Wat kun jij nu al zeggen over spelers die gaan, spelers die blijven? Nou, we hebben een aantal spelers met doorlopende contracten. Frank Lubberts heeft een doorlopend contract. Mart van Werkhoven heeft een doorlopend contract. Dus die blijven, hoe dan ook. We hebben met een aantal spelers de intentie vorig jaar al uitgesproken dat we graag verder willen. Daar zijn we nu aan het kijken of dat allemaal bij elkaar past. Nou, en ik verwacht eigenlijk dat in de komende maand de hele selectie helder is. En dat zal de mensen, we weten zeker dat Marcel Beerza stopt. Die gaat zich toch wat meer richten op zijn maatschappelijke carrière. Datzelfde geldt voor Willem Maarten Heijns, die stoppen ermee. Dus die zullen we vervangen, maar bij voorkeur met jong talent. Twee Amerikanen de afgelopen seizoen gehad. Jake natuurlijk erg ongelukkig met zijn blessure. Joe heeft bij veel mensen veel indruk gemaakt als middenblokkeerder. Hoe staat het daarmee? Joe gaat zijn vleugels uitslaan en die gaat kijken of hij toch nog een treetje hoger kan. Ik denk dat dat zonder meer terecht is. Die heeft bij ons zonder meer gebracht wat we van hem verwachten. Is gewoon een topspeler. Jake is natuurlijk heel ongelukkig geblesseerd geraakt. Nou, wij zijn ook een club en ik voorop, die vindt dat we daar ook een rol in hebben. Dus we zijn met Jake in gesprek of wij tot een soort constructie kunnen komen waarbij hij bij ons kan revalideren. Omdat we eigenlijk gewoon weten, als hij nergens zou kunnen revalideren, dan is dat voor hem nagenoeg einde volleybalcarrière. Dus we zijn nu in gesprek en uiteraard heeft dat altijd met geld te maken of hij bij ons kan blijven. Bij ons rustig kan revalideren en wellicht komend seizoen weer zo'n opwacht gaan maken in het Alfa Sportcentrum. Je hebt een aantal hele belangrijke hoogtepunten van het afgelopen seizoen genoemd. Wat was voor jou persoonlijk het mooiste moment? Ik denk dat ik het allermooiste vond, maar dat kwam omdat het voor mij totaal onverwacht kwam. Was als ik daar in een afgeladen vol Alfa Sportcentrum zit en spontaan wordt daar het Groningen Volkslied in gezet.
Dat bezorgt mij dan toch wel kippenvel. De voorzitter Kees Jan Giskens die vertelde net op deze afsluitende barbecue dat het afgelopen seizoen voor jou het laatste seizoen is geweest. Wat heeft jou over de streep getrokken? Ja, dat zijn eigenlijk verschillende facetten. Hè. Zoiets, ja, dat bedenk je niet van de een op andere dag. Nou, het zijn gewoon meerdere dingen. Ik heb bijvoorbeeld ben druk met mijn werk, uiteraard. Dus ik werk gewoon hele dagen. Dus ik ben, het hele seizoen ben ik al aan het vliegen geweest. Ook al train ik dan maar drie keer, bij de rest eigenlijk veel meer trainen. Was voor mij drie keer trainen al een hele opgave. Dus om gewoon wat meer tijd aan mijn werk te kunnen besteden. En daarnaast gewoon wat meer vrije tijd te hebben. Ja, om gewoon een keer weer op wintersport te kunnen, bijvoorbeeld, zulke soort dingen. En met vrienden wat meer dingen te kunnen doen. Al die dingen bij elkaar, denk ik van, dit is een mooie tijd geweest. En een mooie tijd om nu wat anders te gaan doen. En daarnaast denk ik ook dat de club in ontwikkeling is en graag ook meer wil trainen. Waar alle jongens ook bij moeten zijn. Dat past gewoon niet in hetgene wat ik wil. Dus die combinatie van factoren heeft mij er eigenlijk toegebracht om... op dit moment te stoppen. Ik kan me nog herinneren dat ik vorig jaar rond deze tijd continu met de technische staf, zeg maar, in het bestuur om tafel zat om een team samen te stellen. Daar waar ik met drie man overbleven. En ik eigenlijk denk van, goh, wat moet het eigenlijk worden? Hopen dat we een team op de been krijgen. Nou, en toch, begin van het jaar stond er een ontzettend leuk team. Wel ontzettend wisselend gepresteerd uiteraard, wat iedereen ook niet ontgaan is. Eigenlijk hadden we gehoopt om nog stabieler te presteren en met name in uitwedstrijden ook onze potjes te winnen. Maar goed, desondanks wat we graag wilden aan het einde, wanneer het eigenlijk moest gebeuren, wel goed zijn. En dat is ons reed denk ik aardig gelukt met de tweede plaats als resultaat. Dus in die zin krijg ik met een ontzettend positief gevoel terug op dit seizoen. Jij loopt al een aantal jaren mee bij Lycurgus, even weg geweest. Wat zijn in jouw ogen de grootste veranderingen van de afgelopen jaren geweest? Alles, de hele organisatie, alles in alle facetten is het gewoon veel beter geregeld binnen de club. Dat begint dan met name als het aantal trainingsuren bijvoorbeeld. Waar we vroeger altijd twee of drie keer in de week op een avond trainen. Waar mensen nu zelfs twee keer op een dag trainen. En weet ik hoeveel trainingsuren maken. Nou, dat is toch een wereld van verschil. En als je ziet gewoon hoe het bestuur bezig is met sponsoren en... ook de hal, wat helemaal veranderd is. Waar weet ik hoeveel mensen komen kijken met belangrijke wedstrijden. De Europa Cups. Noem maar op. Echt, zoveel is er veranderd.